Dit is een foto van wanneer dat ik bijna mijn eerste stapjes op het ijs heb gezet. En samen met mijn broer, toen we nog heel jong waren. Ja, van kleine meisje naar de vrouw die ik nu ben geworden. Om te zien hoe ik ben ontwikkeld en hoe dat ik de afgelopen jaren mijn sprongen heb gemaakt. En ik ben in het kunstschaatsen gerold eigenlijk door mijn drie oudere broers. Mijn ouders gingen altijd vrij schaatsen. En zo zijn mijn twee oudste broers eigenlijk begonnen met het ijshockeyen. Mijn jongste broer Jorik die wou eigenlijk ook gaan ijshockeyen. Maar hij was nog te klein, dus hij moest eerst leren schaatsen in een kunstschaatsclub. En hij is er altijd gebleven. En ja, ik moest van baby af aan ook mee naar de ijsbaan. En ja, natuurlijk wil je als kind dat ook zelf proberen. En ja, ik heb mezelf ook verloren aan de sport. Het is heel bijzonder om door mijn broer gecoacht te worden, omdat hij kent me door en door. Maar ja, we houden ook wel privé en het werk op het ijs gescheiden. En dat lukt eigenlijk heel goed. Hij is super creatief. En ja, dat maakt ook gewoon dat ik elke dag heel, heel erg graag naar de ijsbaan kom. En ja, ik denk ook wel dat ik mijn succes ook grotendeels te danken heb door hem. Ja, kunstschaatsen is gewoon een heel zware sport lichamelijk. En ik weet gewoon wat ik kan doen en wat ik niet kan doen. En ik moet gewoon zorgen dat ik ook heel veel trainingen heb naast het ijs, zodat ik mijn lichaam heel sterk maak om het op het ijs ook aan te kunnen. Ik denk dat ik eigenlijk wel echt een dik jaar heb gesukkeld met blessures. En dat was eigenlijk wel echt mentaal heel zwaar. Maar ik heb me altijd opgetrokken aan de liefde voor de sport. En ik wou er gewoon terug staan en ik wou gewoon terug doen wat ik het liefste deed en nog steeds doe. En dat was het schaatsen. En ja, als je zoveel wilt doen voor een passie, dan lukt dat ook gewoon. Ik ben al een keertje naar de Olympische Spelen geweest in 2018. Daar werd ik 16e. En ja, ik bekijk gewoon elke wedstrijd apart en elke wedstrijd is anders. En we gaan gewoon ons best doen en hopelijk kan ik de Spelen van 2018 verbeteren. Dit is een van de mooiste momenten in mijn carrière. Mijn eerste grote medaille op een grote wedstrijd. 2021 was eigenlijk het jaar van mijn doorbraak. Ik heb heel mooie prestaties neergezet. Ik ben teruggekomen van een langdurige blessure. Ik heb dan een mooie vijfde plaats op het WK behaald. Ja, daarna een derde plaats op mijn Grand Prix. Mijn eerste medaille ooit. Ik ben Luna Hendricks, ik ben 22 jaar. Ik doe aan kunstschaatsen en ik ga naar de Spelen in Peking.